gevonden. Ja, ik heb net een stuk glas. Zie je hierop. Maar het is heel ander materiaal. Het is ook niet gelukt om porselein na te maken. Het is dus echt veel mooier. Oké, want het probleem is, hier is het nu een jasje, we moeten alleen een oefening opschrijven, we moeten met de groep doen. Als we die nog redden. En dan pas ook op proberen met ook nog op internet storen, even voor de Hollanders is het porselein eigenlijk in Nederland terechtgekomen en in de rest van West-Europa. Nou, dit is heel typisch, je ziet hier twee hertjes. Oké. Op het raam, oppervlakkig lijken ze op elkaar. Zie je, er zitten ook twee hertjes in. Het ziet er allemaal uit? Ja, doe maar. Naast wegen zien we ook andere structuren. Water en polders. Waarom heb je dit gekozen? Omdat ik wist dat ik al heel graag iets altijd al met kinderen wou doen. Nou, ik heb het gekozen omdat het me heel leuk leek. En ik vind naaien leuk en al die kleren. Waarom heb je dit gekozen? Omdat het me leuk leek om met kleuters te gaan werken en zo. En wil je er later iets mee doen? Dat weet ik niet. Is het meegevallen of tegengevallen? Moet ik heel eerlijk zijn? Ja, ik heb geleerd hoe je les moet geven aan kinderen. En ik heb geleerd jong leren. En wil je er later iets mee gaan doen? Nee. Ik had eigenlijk wel gedacht dat die kleuters eerst zouden, ja, niet naar zouden luisteren. Maar ja, ik word natuurlijk gelijk voorgesteld als juf en niet als een of ander kind. Dus het is heel raar om, ja. En wil je er later iets mee doen? Misschien. Far away.